Dames en heren, hartelijk welkom bij Klaagmuur TV. Vandaag hebben we het over het kind. Heeft een kind nog recht op onschuldige kinderjaren? Het gaat zogenaamd om aidspreventie, wanneer externe experts van Pro Familia en andere organisaties op Duitse scholen steeds vroeger, vaker en meer onverholen over seks, voorbehoedsmiddelen en abortus spreken. Ze propageren daar een vroeg voorlichting van onrijpe kinderen en eisen een recht op kinderlijke seksualiteit. Het resultaat daarvan is een vroeg seksualisering van de kinderen, wat hen enorm belast. Sekstaal en seksfantasieën bij basisschoolleerlingen zijn nu reeds de hieruit volgende problemen, klagen de basisschoollerarissen. 42% van de 11 tot 13-jarigen en 79% van alle 14 tot 17-jarigen hadden reeds contact met pornografie, volgens een studie uit het jaar 2009. De arts uit Lüneburg, Dr. Giselle Gille, heeft reeds in het jaar 2004 met een studie bewezen dat 80% van de jongeren achteraf wensten met seksuele losbandigheid gewacht te hebben. Ze hebben het gevoel tot het uitleven van de voortplantingsdrang gedwongen te zijn, zonder het zelf te hebben gewild. Indien u ook klachten heeft tegen de media, kan u deze altijd melden op www.klagemauer.tv. Dit was Klaagmuur TV. Wij wensen u nog een goede avond. Tot de volgende keer.